Yo mensen en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Teun de Weijer en vandaag hebben ik en Tim sowieso het plan om te gaan zwemmen. Omdat het vandaag 37 graden wordt hier in Egmond aan zee. Voor de rest hebben we niet heel veel plannen vandaag. Maar zodra er iets nuttigs gebeurt pak ik sowieso de camera erbij. Maar eerst ga ik ontbijten. En dat gaan jullie nu zien. Let's go. Ik wil eens gaan ontbijten. Maar nu komt het. Die deur zit dicht. Die deur zit dicht inderdaad. Maar die deur zit ook dicht. En kijk, hier achter mij hebben we het raam. Waardoor ik naar buiten ga om te ontbijten. Want de tafel staat aan die kant. Oh, mijn vinger. Ja. Mijn vinger moet wel in beeld. Als ik wijs, de tafel staat aan die kant, ongeveer. Maar wat we dus doen, is we stappen hier op. Dit wordt een hele moeilijke klus. Hier zo op. Zo. Zo. Nou. Nog naar beneden. En dan kunnen we gaan eten. Ik heb mijn ontbijt wel gefilmd, maar ik heb het voor de vlog per ongeluk verwijderd. Maar op mijn TikTok, dat is steundewijen4, en op mijn Instagram, dat is steundewijen.jt, kun je mijn ontbijt wel zien, want dat was een croissantje en een pistoletje met hagelslag. Verder niks bijzonders dus. Maar als we zo meteen gaan zwemmen, dan pak ik de camera er weer bij en als er iets nuttigs gebeurt tussendoor, dan pak ik de camera er ook weer bij. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Dus het enige wat ik nog heb te zeggen nu is let's go. Het is super warm. Maar we gaan nu zwemmen. En als ik hier al niet een omval, want hier val ik ook een op. Dan hebben we dit als zwembroek. Dus we vallen vandaag gewoon heel erg op. Dat bedoel ik hier te zeggen. Maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan nu zwemmen. En ik ga jullie meenemen. Dus, let's go. Dat is het zwembad waar we net gezwommen hebben. Een uur lang. Yes mensen, we zijn weer teruggekomen in het huisje. Ik kijk naar die kant, omdat Tim daar muziek zit te luisteren. Ik heb net heerlijk gedoucht. Ik heb ook weer, zoals je kan zien, een nieuw Ajax shirt aan. En ook een nieuw Ajax broekje. Oftewel, ik heb gewoon een nieuw Ajax tenue aan. Dit is het Ajax uit tenue. En ik had net het Ajax derde tenue aan. En nu heb ik het Ajax uit tenue aan. Waar we vanavond gaan eten en wat we vanavond gaan eten, dat weten we nog niet. Maar als er iets nuttigs gebeurt, dan pak ik de camera er weer bij. Zoals altijd. Want dat is logisch. Want als er iets nuttigs gebeurt, dan moet dat gewoon gefilmd worden. Maar voor nu gaan we gewoon even rustig chillen in het huisje, net zoals gisteren. En zoals ik net ook zei, als er iets nuttigs gebeurt, dan pak ik de camera er weer bij. Mensen, we zijn al vandaag bij het zwembad wezen zwemmen, maar we gaan nu naar de zee. Ik heb dit shirt van Ajax aan, maar ik heb het Ajax broekje die bij dit shirt hoort, oftewel het tenue broekje, heb ik uitgedaan. En die heb ik omgewisseld voor weer deze zwembroek. Want zoals ik al zei, we gaan zwemmen bij de zee. Dus let's go! Mensen, zijn we weer een tijdje terug in het huisje. We hebben net nog twee potjes 30 seconds gedaan. Oftewel, we hebben net nog twee potjes en 30 seconden spel gedaan. Want 30 seconds in het Engels betekent 30 seconden in het Nederlands. Ik en Tim hebben allebei de potjes van mijn ouders gewonnen. Dus ik en Tim hebben de twee potjes
30 seconden spel gewonnen. En dan bedoel ik te zeggen dat ik en Tim tussen twee potjes van het 30 seconden spel hebben gewonnen van mijn ouders. Maar ik kwam net niet even uit mijn woorden. Maar ik kwam net niet uit mijn woorden, sorry daarvoor. Dat heb ik vaker, dat gebeurt, dan wil ik te snel praten en dan kom ik niet uit mijn woorden. Dat gebeurt helaas soms. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Maar iedereen komt wel eens niet uit zijn woorden. Dat is menselijk, dat je soms niet uit je woorden komt. Maar ik en Tim hebben dus die twee potjes van het 30 seconden spel gewonnen van mijn ouders. Allebei de potjes dus. Jullie hebben net nog een timelapse gezien van 12 seconden. Die timelapse is in werkelijkheid 30 minuten. Maar omdat het een timelapse is, is die 30 minuten 12 seconden geworden. Voor de rest hangt daar een schilderij. Maar die laat ik zo wel zien. Inderdaad, voor de rest hebben jullie die timelapse nog gezien. Voor de rest wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. De blauw mogen gelijk om neerzetten bij de... Zo, ik kom even niet aan mijn woorden zoeken daarvoor. Kijk, in dit geval weer wil ik te snel praten en dan ja, krijg je dat. Geen idee waarom ik zo doe met mijn hand, maar dan kan ik het schijnbaar beter uitleggen. Maar wat ik wou zeggen was, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. De blauw mogen gelijk om neerzetten bij de belletje aan als je geabonneerd bent. Als je het belletje aanzet, krijg je een melding wanneer ik een nieuwe vlog upload. Ik bedoel, wanneer ik een nieuwe vlog upload. Ik kom gewoon even niet aan woorden, sorry daarvoor mensen. En nou, ik heb die kant op, dat is een kast. Maar die kast hebben jullie al wel gezien in deze video. Of niet in deze video, maar in deze vakantie bedoel ik. Maar ik ga het gewoon weer opnieuw zeggen. Dan wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. In deze vlog. Dan wil ik bedanken voor het kijken naar deze vlog. De blauw mogelijk laat meneer Spelletje aan als je geabonneerd bent. Als je spelletje aanzet, krijg je elke keer een nieuwe melding in je inbox wanneer ik een nieuwe vlog upload. En dan wil ik nog heel veel laten zien. Dat schilderij bedoel ik. En ja, ik zou zeker het belletje aanzetten, want dat is voor jullie handig als je een melding wil van wanneer ik een nieuwe video upload. Want dan mis je niks. Dan mis je geen enkele vakantievlog. En ik kan jullie ook vertellen dat er nog heel veel mooie en leuke dingen aan gaan komen in deze vakantie die je niet wil missen. En als je dan het belletje aanzet, dan krijg je een melding van wanneer ik een nieuwe vlog upload. En na de vakantie ga ik gewoon dagelijks verder met video's maken. Maar ja, dan wil ik je dus bedanken voor het kijken naar deze video. De blauw mogen laten meneer het belletje aan als je geabonneerd bent. Heb ik volgens mij nu al drie keer gezegd. Ik kwam weer even niet aan mijn woorden, sorry daarvoor. Maar dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dan zie ik je morgen gewoon weer terug bij een gloednieuwe vlog. En ik zit te denken of ik nog iets vergeten ben uit te leggen. Volgens mij niet. De outro duurt nu gewoon al 3 minuten en 40 seconden. Dat is echt lang voor een outro. Maar ja, inderdaad. Dan wil ik jullie dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Dan zie ik jullie morgen gewoon weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dames en heren, de groeten.